De leden van de werknemersorganisatie ABS, WOABS, zijn sinds 20 april in een sit-down actie. Momenteel wordt er tot 10 uur gewerkt. De reden voor de actie is dat de leden reeds 3 jaar geen loonsverhoging hebben gehad. Volgens Christel Koning-Verdrag, penningmeester bij de bond, is er in 2015 onderhandeld en een loonsverhoging van 4% bereikt. De uitbetaling heeft echter pas het vorig jaar plaatsgevonden en dan ook over het jaar 2016. Hierna zijn verdere onderhandelingen uitgebleven omdat er geen commissie van de statistiek was. Volgens Koning-Verdrag is deze commissie intussen benoemd. Arsenio Heijnse, ondervoorzitter van de WOABS, zegt dat er door de directie is aangegeven dat de directeur de gesprekspartner van de bond is. Tieven van haar superieuren krijgen, of van de minister of van de commissie voor de statistiek. En we hadden al een gesprek met de directie en in dat gesprek werden we geconfronteerd met een mededeling van de minister dat wij via onderhandelingen tot een CAO moeten komen. En dat willen we nu. We willen onderhandelen. Want u begrijpt ook, als we vandaag beginnen te onderhandelen, tekenen we niet morgen een CAO. En ook al hebben we het morgen getekend, wordt het ook niet direct uitgevoerd. Dus zolang wij wachten, hoe later, als we tot een CAO komen, hoe later die uitgevoerd kan worden. Een gevolg van de staking is dat er over de maand mei geen inflatiestatistieken zijn gepresenteerd. De leden wensen zo gauw als mogelijk te onderhandelen over hun financiële situatie, benadrukt Koning-Verdrag. Het enige wat ik vraag naar de regering, de overheid, is om gehoor te geven aan onze actie. Want we zijn het buur, we willen ook werken. Het is niet leuk om voor 3 uurtjes aan het werk te komen. Toch? We willen ook werken. Maar daarnaast willen we ook graag onze verhoging hebben. Dat is het enige wat ik kan vragen. De leden van de werknemersorganisatie ABS, WOABS, zijn sinds 20 april in een sit-down actie. Het stoort de bestuursleden dat er nog geen reactie is gekomen op een brief gericht aan de vicepresident. Volgens hen lijkt het erop alsof de regering zich helemaal niet druk maakt om de actie van het ABS.